zijn hier vandaag tezamen met de club van Diversas en Intercultureel Koken, de club van Yvonne van der Brink de Koning, Koningsmaal. En we hebben te gast een duo wat dit jaar 10 jaar samen is. We zijn hier vanavond samen in de paraplu en we vieren onder andere het 10-jarig bestaan van jullie duo. Je hebt al iets verteld aan de mensen. Vertel nog eens even, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Het is gewoon ontstaan, gewoon liedjes die ik mooi vind, ook uit mijn jeugd. Hè, ben ik gewoon in gaan zoeken van wat sprak mij aan toen ik jonger was. Ik hou ook heel erg van de Franse chanson bijvoorbeeld. Ik was vroeger heel erg weg van die chansonniers zoals Julien Clerc en zo. Dus ja, en op een gegeven moment ook meer Iers repertoire. Dus het is langzamerhand zo ontstaan. En het zijn echt luisterliedjes. Dat is wel echt wat ik heel graag wil doen. Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden. Dat jij een meisje en ik een jongen was. Eentje aan weerszij van die bonte bende. Stoeien door het zomergras. Maar op een dag volgden we bij dezelfde witte vlinder. Telden we bij. Ik ben ook opgegroeid in Brabant en daar kende ik dus die Vlaamse zanger van. En dat waren zoveel mooie liedjes met zulke mooie teksten. Dat we speciaal een soort repertoire rondom Miel Kools hebben gemaakt. Die man die heeft, of die had het vermogen om in een paar coupletten een hele leven te vertellen en te bezingen. Dat is verschrikkelijk mooi. En waarom vindt hij het zo mooi? Ja, muziek trekt me aan. En ik vind het lekker rustig. Je kan rustig praten en toch luisteren. Ja. Dat trek je wel aan? Ja. Een bepaalde binding mee met deze soort muziek? Jawel, met de gitarist wel, ja. Vertel eens. Heeft vroeger heel veel gespeeld met mijn man in een band als bassist. Heeft vroeger wel iets heel apart. Ja, daarom ben ik ook gekomen. Waarom komt u hier eigenlijk? Ja. Gezien van deze gezellige... Ja, ik vind het gezellig en ik vind het ook wel leuk om te helpen voor de maaltijden. En ja, je ontmoet weer een heleboel mensen. Hè? Dan, ja, ik vind het fantastisch zo. Wat voor soort, als we nou in een taal spreken, waar moeten we dan in zingen? Want sommigen willen niet, het moet in het Nederlands. Het moet in het Engels. Wat vindt u ervan? Ik vind een heleboel talen mooi. Ik vind liedjes in het Engels en het Frans denk ik het mooiste. Of in het Spaans, alleen die taal beheers ik zelf niet. Dan zing ik het wel. Ik zing het, als we het op koor zouden zingen, zou ik het meezingen. Maar dan zou ik wel gaan opzoeken, wat zing ik nou eigenlijk? Luisteraars en de kijkers, nou wat meer van jullie weten. Wat is ook weer de website? www, en dan komt het. Hartenlied.nl.